Zouden ze nou bij die top van de VVD, hè, zouden ze daar nou in de gaten hebben wat er allemaal aan de gang is? Weet je welke ramp zich een beetje aan het voltrekken is rond die VVD? Ja, want ze hebben dus de vrouwelijke Wopke, die hebben ze aan het stuur gezet en die rijdt dus gewoon vrolijk fluitend op een ravijn af. Ja, dat is hem. Dat is de VVD. En niemand grijpt in. Er is niemand die denkt, oh, we moeten dit stoppen. Deze flauwekul. Nee, want het gaat helemaal mis met die VVD. En dat zie ik aan de reacties. Want jullie hebben mij allemaal geschreven. Ja, over die spreidingswet. En wat het allemaal teweeg heeft gebracht binnen de formatie. En hoe Wilders daar tegenaan kijkt. En jullie zeggen allemaal tegen mij. En dat schrijven jullie. Wilders, alsjeblieft, laat het klappen. Dat is wat jullie schrijven. Laat het maar gaan. Ja, we willen nieuwe verkiezingen. Daar komt het op neer. Ja, want dan zullen we die VVD eens een keer een lesje leren. Jullie zeggen gewoon met z'n allen keihard nee tegen de VVD. Ik zal er even eentje voorlezen die dat heel duidelijk zegt. Die zegt, Geert, alsjeblieft nieuwe verkiezingen. We zijn allemaal VVD-stemmers. Vroeger geweest en we gaan nu massaal op u stemmen. VVD doet 100% aan kiezersbedrog. Helemaal klaar mee met deze onbetrouwbare VVD. Ja, en hebben ze wel enig idee? Dit is dus wat er allemaal aan de hand is. Ja, en ik ben ook zo benieuwd, en jullie ook, naar nieuwe peilingen natuurlijk. Ja, Maurice de Hond, ik hoop dat je aan het warm lopen bent. Alsjeblieft, ga aan de gang en zorg dat we in het weekend weer nieuwe peilingen zien. En dan zul je zien wat voor een grote paniek er dan uitbreekt bij de VVD.